In navolging van Wesley Sneijder nodigde ook Rafa van der Vaart Voetbal International uit bij hem over de vloer om uitgebreid terug te blikken op zijn rijke carrière. We bespreken zijn trainers, zijn favoriete oranje en de allerbeste spelers waarmee hij heeft samengespeeld. Goed Rafael, 109 interlands, 5 eindtoernooien. Dan kun je het een mens bijna niet aandoen om uit al die jaren en al die spelers om daar een favoriete elf uit te formeren. Maar we gaan het je toch vragen om die uitdaging aan te gaan. Hou op schuit, dat slaaploze nachten. Ja. Hoe mensen teleurstellen. Ja. Nee, maar dat is echt heel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb met zoveel verschrikkelijke goede gespeeld natuurlijk, maar ook heel lang. Ja. Dus en dan ben je een beetje door die lijst aan het gaan en denk je, hé, wat heb ik ook nog mee gespeeld? Ja. Dus dat is wel leuk, ja. Dus het is wel gelukt? Het is wel gelukt. Ik heb wel een spiekbriefje bij me, maar Van der Sar was voor mij de makkelijke keus. We beginnen op de goal natuurlijk, ja. Dat gewoon, ik heb een paar jaar meegespeeld bij het Nederlands elftal en dat is de enige keeper eigenlijk. Kijk, Stekelenburg was fantastisch, geweldig. Bij Van der Sar had je echt het gevoel van, waar moet ik schieten op de training? Dat was gewoon geen doen. Ja, dat heb je wel eens. Een soort vesting. Ja, dat je denkt van, je is zo groot. En het was gewoon geen plek voor je gevoel om een goal te maken. En, terwijl je een balletje aardig kon plaatsen. Ja, maar ik kan me niet herinneren dat ik tegen hem gescoord heb eigenlijk. Maar dat is echt zo. Ja. En ik denk dat heel veel dat gevoel hadden. Rechtsback, daar hadden we het over tevoren. Echt moeilijke keuze. Natuurlijk reiziger, maar daar heb ik niet zo lang mee gespeeld. Dus ik ga toch voor Boularus. Okay. En dat is ook omdat ik natuurlijk bij HSV met hem gespeeld heb. En dat toen Ronaldo echt opvrat, zeg maar. En dat was wel echt een hoogtepunt, hè, uit zijn oeuvre. Hoogte misschien ook voor sommige mensen. Slechts dieptepunt. Dieptepunt, ja. Maar ik vond het mooi hoe hij dat toen oppakte en daar ook absoluut niet bang voor was. Het schijnt dat Ronaldo nog steeds dat litteken op zijn been heeft staan. Ja, ik heb natuurlijk later met Ronaldo gespeeld. Nou, vertel maar. Ja, dat litteken, dat zit er nog inderdaad. En elke keer als ik keek, moest je natuurlijk een beetje aan Khalid denken. Hebben jullie het daar nog wel eens over gehad, jij en Ronaldo? Nee, hij vertelde dat hij wel angst voor hem had. Ja. En dat heb je natuurlijk als verdediger wel nodig. Hè. En daarom verdient hij ook een plek, zeg maar. Centraal. Dat is natuurlijk Jaap Stam. Ja. Ik kan me herinneren de eerste training bij het Nederlands elftal in een suf rondootje. Dat ik als je 18-jarig pikkie aan de zijkant stond en hij in het midden. En hij kwam aan en de bal viel tussen ons in en hij blokte mij. Nou, die ging door mijn hele lichaam heen. Dat ik dacht van zo, dit is wel echt een vent, zeg maar. Jij ging er ook vol in? Nou ja, voor mijn gevoel vol in, maar dat sloeg nergens op. Het was gewoon een reus. Ja. En dat bleek natuurlijk ook achteraf wel zo sterk. Zo, en ook voetballend gezien gewoon veel beter dan de meesten misschien dachten. Ja. Nou, dan kom je natuurlijk links centraal en dat was ook even, ja, het is allemaal moeilijk hoor, maar natuurlijk Frank de Boer in de beginfase, maar die was al een beetje op zijn einde, zeg maar. Joris Matthijssen, een goed maatje van me, die bij HSV ook gespeeld. Ja. Ik heb toch gekozen voor Heitinga. Dat is puur alleen omdat we nog heel veel contact hebben, anders dan praat hij niet meer met me. Dat is een tactische keuze. Dat is een tactische keuze. Ja. En hij heeft me al aangeboden om een paar keer met hem mee te lopen bij zijn elftal bij Ajax. Oh, ja. Heel slim van je. Dus ik kies voor Johnny. Nou, Johnny heeft natuurlijk een fantastische carrière gehad. En als je even nagaat, heb maar 2 keer zijn kruisband gehad. En op een knie, die kon hij op een gegeven moment niet eens meer buigen. Nee, dat stond echt krom, hè? Ja, dat was echt verschrikkelijk. Als we hakkenbillen deden, weet je wel, dan kon hij maar 1 been doen. Ja. Vond ik altijd leuk, als je dat zag dan. Maar als je dan dat er nog uitpest, een WK-finale gespeeld, gewoon verdient ook absoluut een plek. Oké. Okay. Nou, de linksback heb ik voor Van Bronckhorst gekozen. Ja. Dat was natuurlijk al jarenlang de stabiele factor eigenlijk. Zei nooit zoveel, was de aanvoerder, verschrikkelijk lieve gozer en natuurlijk met een fantastisch schot. We waren natuurlijk Uruguay. De halve finale, dat was als je voor je laatste toernooi mag spelen en je schiet zo'n bal binnen, dat is natuurlijk uniek en die heb ik nog vaak teruggezien. Dan gaan we naar het middenveld, daar hebben we natuurlijk keuze over, ook kies lastig, ik toch voor mijn maatje Wesley, ja. Uiteraard. Omdat dat gewoon natuurlijk een unieke speler is geweest. En
weet je, in 2010 het jaar van hem eigenlijk was. En had ons, we deden het met z'n allen, dat zijn allemaal van die clichés. Maar hij had wel degelijk een hele grote rol natuurlijk. Dat in extra, dat, hè, ja. Dat extra, en als je zelf kopballen gaat maken, dan we hebben wel veel lol gehad, het wel mee, lijkt. Ja, hij zelf ook. Ja. We hebben allemaal zo gezeten. Ja. Ja, dat was wel gierig. Nou heb ik aan Wesley, toen hij zijn elftal samenstelde, gevraagd over jou ook. Want hij koos ook voor jou. En jullie waren en zijn natuurlijk hele dikke vrienden. Maar ook concurrenten. Is dat nooit gaan schuren toch ergens? Ondanks het feit dat je grapjes van elkaar had. Ja, op sommige momenten wel. Weet je, dat is gewoon zo. Alleen, weet je, ik ben niet jaloersig aangelegd. Kijk, ik was een nummer 10, ik was een middenvelder. En ik vond altijd dat is de taak om de spits beter te laten spelen, de links en de rechtsbuiten beter te laten spelen. En ik was niet heel erg op zoek naar mijn eigen succes daarin. Nee. Ik wilde gewoon goed spelen. En dus dat, ik kon eigenlijk altijd wel heel goed met iedereen. Alleen op een gegeven moment, Wesley was natuurlijk, zeker in 2010, de gevierde man. En dan moet je daar gewoon in schikken. En ik speelde toen op 2010 vaak links hangend. Ja. En in 2008, met Van Basten, daar komen we straks natuurlijk op, maar dat was, speelde hij hangend links en ik op nummer 10. Dus we hebben vaak gewisseld en het irriteerde ons altijd dat mensen zeiden dat we niet samen konden spelen. En, de eeuwige discussie. Ja, de eeuwige discussie, maar ik denk dat we op een gegeven moment hebben we echt bewezen dat wel degelijk kon. Vooral alleen, dat toernooi. Vooral 2008 was natuurlijk echt geweldig. Ja. En ja, weet je, ook in de wedstrijd, ik kan mijn wedstrijd tegen Zweden thuis herinneren, speelde ik voor de verdediging en hij op 10 en ja, elke bal tussendoor en dan stond hij dan en hij had natuurlijk een fantastische aanname en een geweldige steekpaas, dus ja, dat was een unieke combinatie en ja, we konden allebei, we pakten geen twee ballen af bij wedstrijd met z'n tweetjes. Nee, dat, waar had je Nigel voor? Nou, daar hadden we Nigel voor of Van Bommel die toen speelde en dus dat ging gewoon hartstikke goed. Ja, dan kwamen we bij de verdedigende middenvelder en dan hadden we het net over Nigel, of heb ik toch voor Van Bommel gekozen. Ja. Omdat ik denk dat Nigel was de absolute pitbull daarin, samen eigenlijk met Van Bommel. Dus het was lastig. Maar Mark, zo'n grote carrière, zoveel gewonnen in zijn carrière en ook de leider van het team. Dus heb ik toch uiteindelijk voor Van Bommel gekozen. En een ramp om tegen te spelen, zegt iedereen die wel eens tegen hem heeft gevoetbald. Ik denk meerdere keren, maar Ajax, was PSV Ajax. Ja. Ja, weet je, toen deed hij alles wat God verboden had, sloeg me op mijn achterhoofd en dit, dat. En ik. Nou, en als er nu een videofoul was, dan had hij natuurlijk nooit op het veld mogen staan. Dus ik laat het toch maar vanuit de jonkies. Ja, maar daar erin denk ik in één keer. Die verdient het natuurlijk ook. Dat is ook, weet je. Maar je moet nu kiezen, Nigel of Mark? Dan kies ik voor Nigel. Oké. En, maar dat is echt, kijk, Wesley, ik en Nigel, we zijn natuurlijk opgegroeid bij Ajax en dan samen het eerste gehaald en dat is gewoon ook een uniek gevoel. Dus ja. Dan laten we Nigel gewoon staan. Jammer Mark, prima kerel, maar tot ziens. Ja, dan heb ik toch Edgar Davids gekozen. Linkshalf, oké. Okay. Ja. Ja. En Edgar is natuurlijk een van de beste spelers geweest ter wereld. Zeker in zijn tijden. En, maar dat was ook nog echt zo eentje waar je tegen opkeek, zeg maar. En, af en toe echt een klootzak, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dat ik was jong en ik kwam dan bij de selectie. En dan, weet je, dan kwam je en dan ging je zitten aan tafel. En dan zei Arthur Newman bijvoorbeeld, daar zit Pierre al. Ga daar maar zitten. Nou, die teringlijst, je raadt al naast wie? Naast David. Ah. Ja, nou, zulke zweetplekken onder mijn arm, weet je. Ja, daar ben je nerveus van. Ja, natuurlijk. Hoe is het? Ik zei, goed. Met jou? Ja, goed. Wat voor auto rij je? Ik zei, nou, ik heb een mooie BMW. Zo. Ik heb dat niet, hoor. Zeg, weet je, zo. Oh, okay. Dus je voelde je heel ongemakkelijk, liet je voelen. En dan ging je het veld op en dan was je bij hem. En dan ging je voor je door het vuur. Maar dan was je tegen hem. En dan ging je expres schoppen. Nou, ik dacht, ik heb ook een beetje temperament. En de eerste de beste bal die hij kreeg, hup, vol twee benen erin. Ik denk, nou wordt het vechten. Ja. Ik denk, staan. Dan kwam je aan. Daar hou ik van. Respect. Echt? Nou, en dan ging de training verder. Vond ik zo mooi, weet je wel. Omdat je had laten zien wie je was. Ja, dat je van je af beet. En ik was ook zijn concurrent. Dat vond ik een mooi moment. Ja, zeker. En ook leerzaam. Kijk, tegenwoordig is dat niet meer. Hè. Ik bedoel, ze kijken misschien wel op tegen de oudere spelers. Maar niet op die manier zoals wij dat deden. Nee. Gaan we naar voren, voorhoede. Yes. Dan heb ik rechtsbuiten Van Persie. En
Ja, ik denk dat hij nu nog steeds laat zien wat voor talent hij geboren is. Ja. En, hij is niet altijd de makkelijkste persoon geweest. Ik zag hem laatste keer bij de NOST voor het WK. Ja, dan ga je verhaal op en het is zo leuk om te zien dat ik ben veranderd, hij is veranderd. Ja. En dan zit je lekker over voetbal te lullen en hoeveel je gemeen hebt zeg maar, met hem dan ook. Hè, als voetballer, als geboren talent. En dat is wel heel erg leuk om te merken dat je dan ook heel veel respect voor elkaar hebt. Dat moest een beetje groeien hè, bij jullie geloof ik. Nou ja, daar hebben we het ook nog over gehad. Dat moest een beetje groeien. Ja goed, ik speelde op 10 en hij ook. En ja, hij was een straatschoffie, ik ook. Ja. En ik kreeg dan de voorkeur op dat moment. En dat ging dan wel eens tegenstribbelen, zeg maar. Maar het is wel leuk als je daar nu om kan lachen. Ik ben nog steeds blij dat iemand van 35 in Nederland, als je ziet, hey, je moet tegenwoordig groot, sterk zijn, fysiek en dit en dat. Maar hij kan gewoon nog fantastisch een bal aannemen. Gevoel voor ruimte, gevoel voor die steekpaas. Ja. En dan blink je nog steeds gewoon uit in heel veel, hoe noem je dat, blinde verdedigers om je heen, laat ik het zo zeggen. Allemaal dankzij die prachtige linker. Ja. Dus dat vind ik mooi. En je weet, ik hou van linksbenige spelers. Zeker. De spitspositie, dat ben ik ook wel benieuwd. Ik ga even naar linksbuiten. Oké, we bouwen de spanning op. We blijven even bij links. Ja, kan Arjen Robben natuurlijk niet ontbreken. En daar hoef ik ook eigenlijk bijna geen uitleg. Want ja, dat is gewoon nog steeds onze beste speler die er is. En super professional. Leuke gozer. Ook nog steeds dezelfde gebleven. Eigenlijk altijd hetzelfde trucje doen. Hè. In het begin, ik heb altijd als linkshalf gespeeld in de jeugd en hij is links buiten. En onder 18 speelden we dan samen en later is hij dan naar rechts gegaan. En daar heeft hij natuurlijk zijn beste wedstrijden gespeeld. Eigenlijk altijd hetzelfde trucje, maar het lukt altijd. Ook dit seizoen zien we het in de Champions League weer gebeuren. Dat is bizar. Niet te houden dan. Bizar, ja, dan de spits, maar dat is natuurlijk echt... Je hebt natuurlijk Van Nistelrooy. Dat was echt een doelpuntenmachine. Die leeft ook alleen maar van doelpunten. En echt een winnaar. Fantastisch om heel veel van geleerd ook bij Real Madrid. Huntelaar, ik denk als je zijn moyenne ziet, dat is bijna dat is bizar. Ja. Maar ik heb toch gekozen voor de echte, absolute klasbak Patrick Kluivert. Okay. Dat is echt... Vanwege zijn compleetheid? Of? Ja, compleet, maar die kon alles. Weet je, ik heb weinig, een paar keer in je carrière maak je mee dat je denkt, what the fuck, die gozer is echt goed. Zo, ja, dat had je bij hem. Zag dingen, ook heel veel assist, zelf scoren. En, nou goed, dat is in 2000 natuurlijk het EK, ik als jongetje voor de buis. En dan denk je, jeetje mina, zeg, hoe goed kan je zijn. En dan vervolgens uiteindelijk dan ook nog eens met hem samenspelen. Ik kan me een goal tegen Oostenrijk herinneren, een mooie lange bal van de Boer. Nou, hij stond elke spits aan het doorkoppen of dit. En hij ziet me staan, hup, legt hem neer. En ik kon hem in een folie in de kruising schieten. Ja, fijne spits om omheen te voetballen. Absoluut, dat is heerlijk. Ja.